Windows 10 heeft ingebouwde software voor het maken van scans. Uiteraard moet je PC dan wel verbonden zijn met een printer of een scanner. De app binnen Windows 10 heet simpel Scanner en werkt ook heel eenvoudig, met weinig opties. Hoe je met de app Scanner kunt werken, zie je in deze how-to. Je kunt de app openen door te zoeken naar Scanner. Als je scanner of printer niet aanstaat, krijg je deze melding. Als je deze inschakelt, verschijnt na enige tijd het merk en type scanner. Omdat veel printers dus ook kunnen scannen, zie je hier een type printer staan. Als er meer zijn geïnstalleerd, kun je hier een keuze maken. Bij bron kun je kiezen uit flatbeds en automatisch geconfigureerd. Als je voor flatbed kiest, zie je aan de knoppen onderaan dat je eerst een voorbeeld kunt bekijken. Je kiest daaronder het bestandstype. Via meer weergeven breng je nog een enkele optie in beeld. Je kunt de resolutie in dpi kiezen. Hoe hoger, hoe scherper de scan. Maar het bestand wordt dan ook groter. Hier kun je aangeven waar je de scan wilt opslaan. Ik heb gekozen voor het bureaublad, maar dat kun je wijzigen door erop te klikken. Als je alles naar wens hebt ingesteld, kun je eerst een voorbeeld bekijken. Via de grepen kun je vervolgens precies aangeven welk gedeelte je wilt scannen. Als ook dat naar wens is, klik je op Scannen. En als deze klaar is, kun je de scan weergeven. In dit geval wordt de PDF-reader geopend. Je kunt vervolgens eventueel een nieuwe scan maken. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat er nog geen scanner is geïnstalleerd. Dan moet je naar de instellingen. Via apparaten ga je naar printers en scanners. Eventueel kun je hier een scanner toevoegen. Als deze niet wordt gevonden, klik je op deze link. Je doorloopt dan de wizard, maar daar ga ik in deze how-to niet verder op in. Wil je niet dat Windows de standaard printer of standaard scanner automatisch wijzigt naar de laatst gebruikte, zorg er dan voor dat er hier geen vinkje staat. Tot zover deze how-to over de app Scanner van Windows 10.